Koen Woutersen. Ja, Koen, we hebben net gekeken eigenlijk naar de eerste voorstelling, misschien zou ik het kunnen noemen, van Kleine Sophie en Lange Wapper. Want dit is een belangrijk moment, denk ik, ook voor jou als regisseur. Het is de eerste lezing, dus het is nog ver voor de eerste voorstelling. Dit is de eerste keer dat de acteurs eigenlijk de tekst zagen, überhaupt. En dat is een heel spannend moment, maar het was heel leuk, want we hebben 20 amateurspelers en 5 professionals, hele toffe ook, Rogier In het Hout en Kenneth Herdergein en Roos Drent en Jorik en Anna natuurlijk. Maar we hebben ook 45 kinderen en dat zag je nu eigenlijk voor het eerst een beetje allemaal op toneel. En de muzikanten natuurlijk, Nieuw Niks, dus dat was heel tof. En ik heb nog nooit met zo'n groot team op het toneel gestaan. Maar nu hoor je wel wat die tekst doet. En het is een hele mooie bewerking, vind ik, die Anna heeft gemaakt. En dat hoor ik eigenlijk nu pas echt. Want ja. Het is anders dan dat je thuis leest natuurlijk. Ja, want het is een bijzondere bewerking waarin eigenlijk ook allerlei aspecten die nu in de maatschappij leven ook voorbij komen in de voorstelling. Ja, dat vind ik leuk dat je het opvalt. Het zit ook wel in het boek van Els Pelgrom, hoor, vinden wij. Het zit er heel erg in, want het stuk gaat over een meisje die ziek is en die wil weten wat er in het leven allemaal is. En die neemt geen genoegen met wat de ouders vragen. De ouders geven alleen maar de leuke dingen en dat meisje zegt, nee, ik wil alles weten. Dus ook de rot dingen en ook de nare dingen, ik wil alles weten. En omdat de ouders dat niet kunnen vertellen, nemen haar mee op een reis om daar achter te komen. En uiteindelijk waar het uitkomt is dat het natuurlijk, het leven moet gevierd worden. En het leven moet, vriendschap, dat is waar het om gaat. Dus ook de zware dingen, die kun je aan als je vrienden naast je hebt. En dat vind ik zelf een heel ontroerend verhaal. Maar ja, omdat het alle aspecten afgaat, dus ook die nare dingen, ze krijgt te maken met verraad. Met de macht van geld. Ook dingen als wat is geluk. Ja, dit boek, ja, het gaat eigenlijk wat mij betreft over dat als je het leven echt wil vieren, dan moet je ook alles aangaan. En met je vrienden. En dan, ja, dat wordt het. Dus het wordt een groot feest. Maar, ja. We hebben daar ook muziek bij gehoord. Spreek je dan van een musical of van een toneelstuk wat je gaat zien? Ja, dat is heel dubbel. Ik had nooit gedacht dat ik een musical zou gaan regisseren ooit. Maar ja, daar wezen me de muzikanten wezen me daarop. Dat, ja, als je acteurs laat zingen, dan wordt het toch een beetje een musical. Maar het is niet dit. Volgens mij heeft de gemiddelde musical een half uur tot drie kwartier muziek in de voorstelling. En wij zitten volgens mij op een kwartier in totaal. Dus dat is wel minder. Maar het is wel een musical. Ja, maar het zijn ook wel liedjes die ook echt het verhaal ondersteunen. Hè? Die zijn ook echt nodig, die liedjes. Ja absoluut. Ja, dat vind ik wel. Ja. Ik vind het doet ook precies de goede dingen. En ik wil ook dat het publiek echt zingend en dansend en het leven vierend naar buiten gaat. Dus we willen ook de foyer hier vullen achteraf met allemaal Schiedamse ondernemers. En met dat je hapjes krijgt en dat er feesten aan de hand zijn en dat er gespeeld wordt nog. En het liefst, ik wou eigenlijk een springkussen, maar die kunnen we niet betalen meer. Maar een springkussen in de foyer. Want ik wil eigenlijk dat je daarna ook echt zin hebt om het leven te vieren als je eruit komt. En dat met heel Schiedam samen. Want we zitten toch in absoluut de tofste stad van Nederland. En dat mogen we voelen bij de voorstelling. We hebben nu net, zoals je dat noemt, de eerste lezing gehad. Nu gaat het echte werk natuurlijk beginnen. Maar dat wordt nog een pittige kluif, want december moet het al staan. Ja, absoluut. Ik ben heel blij dat ik met de amateurspelers en de kinderen ben ik al een paar maanden aan de gang. En dat is ook grappig, want dat merk je nu. Want die hebben de scènes al gerepeteerd en die kennen de smaak er al van. En dat is eigenlijk ook de omgekeerde wereld. Want nu zijn de professionals, die zagen het voor het eerst. En de kinderen die die konden het al. En de amateurspelers. Dus dat is wel tof. Maar het is een pittige kluif. Ik heb nog nooit zo'n grote voorstelling geregisseerd. Dus ik ben blij dat de tekst zo goed is. Want anders dan zou het moeilijk worden. Kortom, maar het gaan nog wel spannende tijden worden in de repetities. Als iedereen ook zijn kostuums aan heeft. En alle teksten en zo uit het hoofd ook gaan. Ja, we gaan nu, vanaf nu, of eigenlijk volgende week, gaan we echt iedere dag aan de gang. En dan 2 maanden lang. Bijna kleine 2 maanden. En heel hard werken om die voorstelling te hebben staan. Ja.
Nou, voor de mensen tot slot nog, wanneer ze willen kijken. 20 tot en met 23 december hè, wordt het opgevoerd. Ja, 20 tot 23 december hier in het Theater aan de Schie. En dat is ook heel tof dat je een theater hebt die durft alles aan. Dus dat ze naar ons toe komen en zeggen van nou, na die Hamlet, kom dat hier doen. Dat is, je steekt een enorme nek uit, maar daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Dat is fantastisch, ja. Dan ga ik je enorm veel succes toewensen, Koen, de komende periode. Maar ik denk dat de eerste slag misschien al geslagen is met de lezing. Ja, dat vind ik wel, ja. Ik ben er heel blij mee, ja. Ja. Nou, naast me een van de hoofdrolspelers van het stuk Kleine Sofie en Lange Wapper, Jorik Zwart. Jij speelt de rol van Lange Wapper. Kun je kort uitleggen wat dat voor een figuur is, Lange Wapper? Ja, zoals ik Lange Wapper voor me zie, is het een soort groot konijn. Hij heeft lange armen, lange benen vooral, nogal slungel. Lang en tanig, zo zie ik hem voor me. Zo ziet hij eruit. Als ik het goed had gehoord, was het ook een beetje met een Amsterdamse accent. Ja, zo is het geschreven door Anne. Die heeft er met vet accent in gestaan. Maar dat komt ook een beetje omdat zijn achtergrond, hij is arm, hij belandt vaak in de gevangenis. Nou wil ik hiermee niet zeggen dat alle Amsterdammers in de gevangenis belanden, maar en met dat accent erbij, dus dat maakt hem wel compleet op die manier. Nou, het is nu voor het eerst dat je het stuk, zoals dat heet, hebt uitgelezen. Hè? Dus dat jullie met z'n allen bij elkaar zijn gekomen. Hoe was dat? Dat is heel leuk. Het was voor het eerst nadat we alle rollen bezet hadden. Ook die van alle bewakers en de kinderen. En dat was ontzettend goed om te horen. Ook hoe alles zo bij elkaar komt dan. Alle verschillende rollen. Dus het was heel erg leuk. Ook veel langer dan ik had verwacht. Dat moet je dan ook meteen constateren. Maar dat gaat goed komen. Dit is een lezing. Maar dat was heel erg leuk, ja. Ja, en ik heb van Koen begrepen dat het ook een aparte bewerking is van het stuk. Jullie volgen natuurlijk wel de grote lijnen van het verhaal. Maar er zitten wel bijzondere elementen in. Nou, zeker. Anne heeft... het is een boek, hè? Het is van Els Pelgrom. Anne heeft dat helemaal bewerkt. Een van de grootste... het grootste aanpassingen zijn wel dat het einde van het boek is helemaal naar het begin gehaald in het stuk. En dat is denk ik een hele goede aanpassing, omdat daardoor dan krijg je het zware van het verhaal, omdat dat er natuurlijk wel in zit, krijg je dan aan het begin. En kun je naar het einde toe kun je helemaal dat vieren van het leven kun je totaal je op focussen. En dat is volgens mij een hele goede, hele mooie aanpassing. Nou, de komende periode wordt natuurlijk druk, kan ik me zo voorstellen. Want dan moet je het echt definitief gaan aankleden. Maar ik denk wel dat de basis nu al wel goed staat. Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb echt wel het gevoel dat dit een heel leuk project gaat worden. We zijn natuurlijk met de amateurspelers en de kinderen zijn wel een tijdje bezig. Maar dat werpt nu al zijn vruchten af. En dat is te gek om te zien. En het is gewoon een ontzettend goede groep. Dus dit gaat heel leuk worden, denk ik. Ja. En ik denk voor de mensen in Schiedam ook leuk, omdat er heel veel Schiedamse dingen ook weer in terugkomen. Dus ik denk ook daarom reden voor de mensen in Schiedam om te gaan kijken naar het stuk. Absoluut. Ja, het is los van het feit dat er heel veel Schiedammers aan meedoen en ook weer koren. Is het ook gewoon, het is een prachtig kerstverhaal. Het gaat over vriendschap, het gaat over liefde. Het is een ontzettend mooi stuk en mooi verhaal om rond die dagen met het hele gezin naartoe te gaan. Dus komt het zien. Nou, dan ga ik jou vast heel veel plezier toewensen met het spelen en heel veel succes natuurlijk in de komende periode. Geweldig, dankjewel.